Het eiland Voorne ligt letterlijk en figuurlijk onder de rook van de Rotterdamse haven, waar voor een aantal grote duurzaamheidsprojecten veel werknemers uit het buitenland worden gehaald. Daarnaast is er nog veel glastuinbouw. En dat is nou net ook een sector waarin veel arbeidsmigranten werkzaam zijn. Ja, maar de huisvesting van die mensen is een heet hangijzer hier in de gemeente Voorne aan Zee. Ondernemers, bewoners en de gemeente kunnen het niet eens worden over de locatie en met name de schaal van de huisvesting. Ja, hier bij onze tafel projectontwikkelaar Joachim Bieber, die een plan indiende bij de gemeente voor 250 woningen voor arbeidsmigranten. Ger Simjouw, dat is de voorzitter van de dorpsraad Oost-Voorne. En Riem Kap, fractievoorzitter van de grootste partij in de gemeenteraad, Inwonersbelang Voorne. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Ja. U heeft een plan ingediend bij de gemeente voor 250 woningen voor arbeidsmigranten. Waarom is het volgens u belangrijk dat die woningen er komen? Nou, laat eerst beginnen met het feit dat we niet over arbeidsmigranten spreken, maar we spreken over expats. Want voor een project ooit in werking gesteld kan worden in de haven, waar dan werk aangeboden wordt, onder andere aan arbeidsmigranten, heb je eerst mensen nodig die dat project ontwikkelen en realiseren. En dat zijn in 99% van alle gevallen ondernemers die uit omringende landen komen. Want ja, een bedrijf in de haven schrijft een tender uit, bedrijven schrijven zich in en dan krijgen ze vergund een opdracht. Ik snap het, meneer Bieber, maar expats zijn toch ook arbeidsmigranten? Nee, want expat is in principe een werknemer op de payroll van een bedrijf in het buitenland en wordt gedetacheerd voor de beperkte periode naar land B om daar zijn werk uit te voeren. Okay. Dat is een groot verschil. En dat betekent ook, de expert heeft niet een andere status, maar die heeft ook een financiële, laat ik zeggen, een financiële waarde. Ja, nou kijk, u zegt dat de partij van Pieter Omtzigt zegt bijvoorbeeld 50.000 arbeidsmigranten per jaar, expats of niet, dat is voor hem allemaal gelijk. Dat snap ik dat hij dat zegt. Ik denk alleen dat hij even de verkeerde rekensom gemaakt heeft. Als hij met die 50.000 die situatie in de regio Eindhoven wil tackelen, dan heeft hij al daar een probleem. Ja. Dat betekent, we spreken in principe over verschillende soorten van migratie. Ja, nou ja, we geven dat probleem geven we even door aan Pieter Omtzigt. Ja, we kunnen spreken, dat is niet helemaal klopt. Maar nou zijn er toch bezorgde reacties van omwonenden. Ja, die begrijpen we. Wat vindt u daarvan? Nou, die begrijpen we. En laten we ook daar gelijk nog een keertje dat duidelijk zeggen. Ik heb het al in de dorpsraad al even vooraf al gezegd. Ook wij hebben in dat traject van de communicatie hebben wij fouten gemaakt. Mm. We hadden op een andere, op een betere manier moeten communiceren. Neemt niet weg dat wij in de slipstream van de gemeente eigenlijk alles gedaan hebben wat wij afgesproken hadden. En dit blijkt achteraf dat zeg maar, ook de distans tussen de bevolking en de gemeente hier nog behoorlijk groot is. Gezien de nieuwe situatie, de fusie van de gemeente uit het verleden. En daar is eigenlijk zeg maar, de eerste situatie ontstaan. De tweede situatie is, en die begrijp ik, dat men in deze locatie hier zegt, als in de haven van Rotterdam nieuwe projecten ontstaan, is dat dan eigenlijk niet de verantwoordelijkheid van Rotterdam, ook voor de fases die dan daarmee gepaard gaan, de verantwoordelijkheid Te nemen. Maar we hebben het nu even over dit project hier in dit gebied. Ja. Ja. Naast u zit meneer Simjouw, Ger Simjouw, de voorzitter van de dorpsraad Oost-Voorne. Ja. En meneer Simjouw, jullie hebben je zorgen geuit bij de gemeente over dit project. Ja. Wat voor zorgen hebben jullie? Nou, kijk, als ik het even naar een hoger niveau mag tillen, heel kort. Je memoreerde er zelf al aan. Er staan de komende jaren meer dan 20 projecten te gebeuren op de Maasvlakte. Die zullen allemaal impact hebben. Er zullen allemaal mensen nodig zijn. Daar moet een oplossing voor komen. Dus ik wil natuurlijk hebben het over dit onderwerp. Maar ik denk dat je het wat breder moet kijken. Het ontbreekt gewoon aan beleid. Laten we het even klein houden, meneer. Laten we het gewoon even bij dit dorp houden. Want u zit hier in de dorpsraad. Ja. U kunt zaken aankaarten, maar u heeft verder geen zeggenschap. Hè? Nee. Zoals in de gemeente. Nee, maar wat zijn de zorgen hier van u en van de bewoners van dit dorp? Nou, allereerst de locatie. Als je naar de locatie kijkt, dat is een landelijke omgeving. Mm. Het heeft een andere bestemming. Dat zou je kunnen veranderen. Welke bestemming heeft het? Land- en tuinbouw. Oké. Okay. Maar goed, dat is eventueel een andere vergunning erop en dan kun je er wel bouwen. Ja, met nog wat andere voorwaarden uiteraard. Ja. Maar goed. Nou, dat wat wij vooral van belang vinden, is dat het proces gewoon slecht is gelopen. De omwonenden zijn veel te laat meegenomen. Wij ook. Wisten ook van niks. Ja. Kijk, 1 januari gaat de nieuwe omgevingswet in. Daarin is participatie een verplicht onderdeel. Ja. En dat zegt,
vroegtijdig omwonenden, belanghebbenden informeren, meenemen en dan tot een besluit komen. Nou, ik wil niet in detail, maar dat is ons grootste bezwaar. Dat zegt meneer Bieber ook, hè? Ja, meneer Bieber geeft ook toe. Die communicatie is slecht in dat proces. Ja, nou ja, en dan kan je door naar de details van, is dat nou de meest geëigende locatie die hij voorstelt? Past dat in het landschap? Is er onderzoek gedaan naar andere locaties? Wat is eruit gekomen? Ja. Waarom deze voorkeur? Nou, maar ik wil me wel afpellen in, het proces is fout gegaan. De omwonenden voelen zich niet gehoord. En dan krijg je emotie. Ja, ja, dan krijg je emotie. Maar hier ook aan tafel zit nu Rien Kap. Dat is de fractievoorzitter van de grootste partij in de gemeenteraad. Meneer Kap. Ook in de coalitie, hè? Jazeker. Ook in de, zegt u, maar wat vindt u van het plan om zo'n groot wooncomplex daar neer te zetten? Ja, ik kan natuurlijk de heer Bossen, die de initiatiefnemer is naar het land van Israël, begrijpen. Er is een groot tekort aan, aan mensen die hier werken, huisvesting. Alleen de locatie is niet helemaal geschikt, denk ik. Hij ligt midden in de polder en de omwonenden zijn zeer ongerust. En dat heeft meneer Simia ook al verteld. Ja, participatie, duur woord van neemt de mensen mee in een plan. Ja. Ja, draagvlak is voor mij heel belangrijk bij de bewoners. Ja. En als je geen draagvlak hebt, dan gaat het vaak niet door. En deze procedure en deze vergunning op die locatie zijn er nog meer problemen gerezen dan ze eerst dachten bij de vergunningaanvragers. En er moet zeker iets opgelost worden. Samenvat, meneer Kap, u zegt eigenlijk, het plan is wel goed, maar de plek is verkeerd. Ja, de plek is verkeerd. Ja, we hebben arbeidsmigranten en die moeten we huisvesten. Alleen die expats, zoals meneer Bieber zegt, ja, dat is eigenlijk een uitdaging voor Rotterdam. Het is een fabriek die in Rotterdam gebouwd wordt. Dus en, zegt u, verschuiven we de problemen lekker door naar Rotterdam? Nou, als ik een huis ga bouwen, zou ik zelf wat anders moeten zoeken. En als je een fabriek gaat bouwen, dan moet je ruimte zoeken. En het mooiste is je eigen gemeente. En tuurlijk, dan kan je de andere gemeente mee opschepen. Daar was ik niet erg voorstander van. Ja. We willen best het havenbedrijf Rotterdam natuurlijk helpen, natuurlijk. Maar ja, het is een beetje een onmogelijke plek nu. En er komen nog veel meer zulke projecten. Ja. Daar heeft meneer Bieber gewoon gelijk in. Dus we moeten een structurele oplossing zoeken. Ja, dat kost zeker tijd. Maar u ziet eigenlijk in deze gemeente geen ruimte, of wel? Nou, zeker wel. We hebben een prachtige industrieterrein, Kikkersbloem. En daar is een vergunning aangevraagd voor een groot gebouw. En dat wordt dus ook vergeven. En daar kunnen gewoon 700 experts woonachtig zijn. Als het klaar is. En dat die vergunning is voor mij gegeven. Meneer Simiaal, vindt u dat wel een goede plek? Ja, dat hebben wij ook in onze reactie naar de gemeente aangegeven. Dat stond in het voorlopig coalitieakkoord, definitief coalitieakkoord. Ja. Daar gaan we grootschalige voorziening. Nou, kijk, meneer Bieber, we hebben een oplossing. Zo, opgelost. Nou, ik ben, zo doen we dat in even blij, Dijkstra even blij te spreken. Niks aan de hand. Ik zeg onmiddellijk dank aan mijn herkant. Ja. Want één ding is zeker, de gemeente heeft ons op de hoogte gebracht van het feit, wij hebben deze locatie, Kikkersbloem, altijd naar voren geschoven als een optie in plaats van Willemansweg. En het is ons laatst, nog geen 4 weken geleden, bevestigd. Kikkersbloem 3 is voor ons niet van toepassing. Oké, maar nu snap ik er even helemaal niks meer van. Want meneer Kap, u zit in de coalitie en u zegt van ja, die andere locatie die vind ik prima. Nou, meneer Simiaou is tevreden. Meneer Simiaou is tevreden. Meneer Bieber is blij met die locatie. Maar de gemeente? Nou ja, misschien een aantal mensen de gemeente niet. Maar ik denk de gemeenteraad, waar ik niet voor spreek vanavond, maar voor mijn eigen partij, dat die er helemaal achter staan. En de Kikkersbloem is daar ruimte voor ingericht. Dus daar gaan we ook een gebouw neerzetten wat er geschikt voor is. En ik sluit niet uit dat er ergens anders nog een gebouw komt. Ik denk dit locatie van meneer Bieber en meneer Bos een probleem is. Maar dan zullen we het best gaan zoeken. Want ze hebben heel wat teweeg gebracht. En er moet een oplossing komen. Dus we gaan zoeken naar nog een paar locaties, denk ik. Oké. Okay. Nou ja, meneer Bieber, het heeft toch tijd nodig? Er moeten andere locaties gezocht worden. Ja, die tijd die willen we al best voor nemen. Mits daar zeg maar serieus werk van gemaakt wordt. Ik zal u zeggen, we zijn sinds maart van dit jaar met de gemeente in het gesprek over dit project. En u zegt, de Willemansweg is geen geschikte locatie. U kan mij in deze regio geen betere locatie aanwijzen waar de toegang, de situatie voor verkeersbeweging, om naar de Maasvlakte te komen, zo ideaal ligt als die locatie. Ik hoef niet door een dorp, ik hoef niet door de stad, ik hoef helemaal niet. Ik ben zo op de Nationale Weg en ik rijd zo richting de Maasvlakte. U heeft geen last van de mensen die daar tijdelijk gehuisvest worden. Ja, meneer Bieber, u houdt vast aan die oude locatie, maar er is veel weerstand. Nou ja, dat begrijpen we. En we zullen moeten kijken of wij met inhoud en misschien nog betere toelichting toch tot een situatie kunnen komen. En misschien moeten we van alle kanten een beetje water bij de wijn. Ja, nou, meneer, ik zie meneer Kap gewoon nee schudden. Ja, maar dat is natuurlijk politiek nee.
Ja, ja, ja. Dat, oh, dat is de VVD. Ja, dat is ook politiek. Wij doen niet mee, maar we zien het wel over. Ja, want dat hebben we nu in de proces van maart tot nu al mee vaker moeten meemaken. Ja, ja, ja. Nou goed, maar toch, toch nog even naar meneer Simjouw. Meneer Simjouw, met welk gevoel zit u hier nou? Het lijkt wel of er nu live wordt onderhandeld over toch een andere locatie. Nee hoor, nee. Zo wil ik het niet benaderen. Nogmaals, ik blijf bij mijn procesbenadering en er zijn gewoon fouten gemaakt. Die moeten hersteld worden en we moeten gewoon kijken. Kijk, dat het gaat gebeuren. We zitten voor een enorme energietransitie. Ja. Dus dat is niet meer weg te halen. Ja, nou ja, dat zegt u nou wel. Maar we hebben natuurlijk verkiezingen gehad de afgelopen weken. En Nederland koos massaal voor partijen die heel, heel streng zijn op het gebied van migratie. Meneer Kap, u hebt die verkiezingsuitslag ook gezien. Ja, de boodschap is eigenlijk grenzen dicht. Nou ja, grenzen dicht. Maar niet voor die mensen die hard komen werken hier. Ja. Want ja, zelf weten we ook. Ik geloof ook niet dat Wilders staat te juichen bij allemaal arbeidsmigranten die binnenkomen. Of expats. Nou, meneer Wieber zegt het politiek antwoord. Dat heb hij denk ik ook gegeven. Want drie keer links is ook rechts. Ja. Dus ik denk dat hij wel water bij de wijze moet doen. Het werk zal gedaan moeten worden in Nederland. De economie moet groeien. Dus als we het zelf geen mensen voldoende hebben, ja, zullen ze toch uit het buitenland moeten komen. Ja, maar u hebt dat toch ook gezien de afgelopen weken. En Wilders heeft daar toch behoorlijk strak campagne opgevoerd. Die zijn aan de grenzen dicht. Ja, dat kan hij wel zeggen, maar ik denk dat het hem zomaar niet lukt. Maar dat ben ik. Ja. Ja. Maar hoe ja. zit dat met u, meneer Bieber? U hebt natuurlijk ook die verkiezingen gevolgd. Ja. Dacht u ook niet bij zichzelf? Nou, bij flexwoningen. Daar gaat mijn hele plan voor die flexwoningen. Er komt geen migrant meer binnen. Nou, laat ons eerlijk wezen. Dat het op deze manier gebeurde, zoals Nederland zich zeg maar, sinds deze week naar de buitenwereld en in Nederland profileert, dat had ik nog niet opgerekend. Nee, maar ik vraag aan u persoonlijk. Ik persoonlijk heb daar absoluut niet opgerekend. Want ik van de hele andere situatie uit. Ja, ik ben nooit ervan uitgegaan dat het mogelijk is, zo'n aardverschuiving in zienswijze. Ja, maar het is toch de realiteit. Het is de realiteit. En wat nog meer? En nu kijken we naar de situatie. Punt 1, meneer Wilders kan het niet alleen. Dat betekent, dat komt de coalitie. Die coalitiepartner zou en moeten op een gegeven moment hem daartoe bewegen. Ze zeggen, luister, we hebben drie soorten van migratie. We hebben de arbeidsmigratie, we hebben de kennismigratie en we hebben de gezinsmigratie. Ja, maar meneer Bieber, u klinkt nu eigenlijk een beetje als een politicus. Ja, wij willen maar de verkiezingen zijn net geweest. Wij zijn maar hele simpele jongens van een gestampte pot. Maar wij denken, ja, als er geen migranten meer komen, hoef je er ook geen woningen voor te bouwen, toch? Wegflexwoningen. Ja. Ja, maar die bedrijven die daar op de Maasvlakte moeten neergezet worden in het kader van de energietransitie, die zullen moeten komen. Ja. Want daar kunnen we niet onderuit. Maar en meneer Kap, oké, als er toch mensen moeten werken, wie gaan dan de tomaten plukken daar? Nee, we halen mensen denk ik uit het buitenland vandaan die niet tomaten komen plukken. Ja, maar als en als er geen werk meer is, denk ik dat ze ook weer gewoon naar huis gaan. En zo ja, maar ik zou niet bang zijn dat er geen werk meer is. Want die tomaten moeten worden geplukt. Maar wie gaan ze plukken als er geen arbeidsmigranten of expats meer mogen komen? Nou, ik denk dat die wel gewoon mogen komen. Ik denk dat er een zware onderscheid in gemaakt heeft. In principe tussen vluchtelingen en arbeidsmigranten. Ik denk dat er een heel wezenlijk verschil is. Nou ja, maar hij stond ook niet te springen op arbeidsmigranten en expats hoor. Dus dat heeft hij volgens mij niet helemaal juist. Nou, ik heb er een beetje doorheen gekeken, denk ik. Ja, precies, ja. Goed, we gaan het allemaal zien. Projectontwikkelaar Joachim Bieber, Rien Kap van Inwonersbelang Voorne en Ger Simjouw van Dorpsraad Oostvoorne. Hartelijk dank.